Oké, guys, ik heb hier een redelijke theelepel. Oh, het ruikt ook heftig. Oké, ik moet dit niet uitstellen. Yo, Nintendo fans, de Pokémon kaartenvideo's zijn terug. Ik heb namelijk deze rode doos opgestuurd gekregen. En daarin zat deze supermooie Elite Trainer Box van de nieuwe serie Darkness Ablaze. En er zat nog een leuke blister bij. Als je hiernaar hebt uitgekeken, doe sowieso even dat blauwe duimpje omhoog. Want dan weet ik dat ik dit misschien toch nog vaker moet gaan doen. Maar het is niet voor niets. Een rode doos. In die doos zit namelijk ook nog een doosje Hot and Spicy Pringles. Fireball Jawbreakers. Maar er zat nog iets bij. Frank's Red Hot Original. Dit doe je normaal door je eten. Dus ik dacht, thanks, superleuk dat jullie me ook even lekkere Pringles sturen en zo. Maar daar zat deze challenge bij. Ik mag dit dus alleen uitpakken met de volgende challenge. Als we een vuur-Pokémon kaart trekken, dan eten we zo'n heet Shippy. Trekken we een V-kaart, dan moet ik zo'n Jawbreaker in mijn mond doen. En trekken we een V-Max kaart, dan is het tijd voor een theelepel van deze hete saus. Ik wil dit niet. Daar gaan we dan, jongens. We beginnen met de Elite Trainer Box. Oh, kijk, ze zijn iets veranderd. Vroeger was dit altijd een rechte lijn en nu zit er een soort van, ja, inkeping in of zo. Oeh, die zijn wel een stuk mooier geworden. Uiteraard zit bij de Elite Trainer Box ook weer zo'n mooi boekje. Er zitten uiteraard ook weer van die mooie sleeves in. Een setje energy kaarten, dobbelstenen, twee muntjes en een boekje hoe je volgens de regels moet spelen. Maar wij zijn natuurlijk benieuwd naar wat er in deze 8 pakjes zit. Uiteraard krijgen jullie gewoon weer de codekaart van mij. Dan doen we er weer 4 naar voren. Telt dit ook een fire energy? Ja, boeien. Ik heb wel trek in een Shippy. Daar gaan we, de eerste. Nou, helemaal top. Een energy kaart. We hebben hier een Lyran. Dit is wel best wel een aardige kaart volgens mij. We hebben de Old PC. Een Ariados. Een Dunelby. Wow, kijk deze Spacey Vincent van Gogh art. Super vet. I like it, I like it. Mooie kaart. Een Paras. Een Larvitar. Een Golett. Een Feebas. Een Gotorita Reverse. En de laatste is een Gotita. Oh, nice. Dan moeten we alleen nog even Gotita. En dan hebben we alvast weer een setje compleet waarmee we de game kunnen spelen. Best wel nice, want met Mind Bend kan je de tegenstander confusen. En Bend is ook wel een handige attack. Balen. Voor de rest geen vuur-Pokémon. Ik wil chips eten. Deze codekaart is ook weer voor jullie. Ik zou zeggen, pak ze niet allemaal, hè. Pak er 1 of 2 en gun de rest aan iemand anders. Zodat iedereen een leuke codekaart heeft. En dan gaan we kijken wat hierin zit. Nou, we beginnen niet met het eten van de Shippy. We beginnen met een Steenie. Een Furret. Oh, deze is super cute. Deze vind ik wel cool. Ik vind Furret niet een hele bijzondere Pokémon, maar deze kaart vind ik wel leuk. Wat hebben we dan? Een Yellhorn. Een Spinarak. Volgens mij is hier wat moois in, jongens. Kijk maar. Oeh. Ja. We hebben hier Bounsweet. We hebben Dunsparce. We hebben Electrike. Ook wel een mooi kaartje, hoor. Hey, dit is vet. De Reverse? Nee, daar zijn we nog niet. We hebben eerst een Mr. Mime. Oh, we hebben nu de Reverse. Een Galarian Darmanitan. En dat betekent een nieuw Shippy. En wat hebben we dan voor een mooie kaart? Nom, 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 nom. We hebben een... Oh, we hebben gelijk Eternatus, een V-kaart. What? Oh, wacht. Nee. Ik moet nu aan de Jawbreakers. Ik heb er 5. Oh my gosh. Als we echt 5 V-cards trekken, hè, dan word ik helemaal gek. Nou, daar gaan we. Het duurt altijd lang. Nu is die nog lekker. Nu is die zoet. Ik kan hem nog niet doorbijten, jongens. Hij is nog te hard. Dat lukt nog niet. Maar kijk, de Eternatus V-card van 220 HP. Met een Power Accelerator move en de Dynamax Cannon, die echt kapot sterk is. Ik wil niet. Ik wil niet meer. Deze zijn veel erger dan vroeger, volgens mij. Ik voel me zoals die guy op dit plaatje. Oké, bijt het door. Waarom doe ik dit? Oh my goody. Oké, ik ben er weer. Ik heb het warm. Maar deze saus, hè, deze Jawbreaker is al intens. Het is ook echt cayennepepersaus, man. Oké, we gaan door. Pakje nummer 3. Oh, alsjeblieft, jongens. Hier weer een codekaart. 4 naar voren. En een Steel Energy. Dankjewel. We hebben hier Ursaring. Die vind ik ook cool, jongen. Super vette art. We hebben hier de Rose Tower. Oh, we hebben Simisteer. Ja, en nu moet ik nou hier een Shippy bij doen? Oké, wacht. Gat. Oké, kauwgom en chips is geen goede combinatie. En door. We hebben Larvitar. We hebben Nickit. Oeh, kijk al die leuke Nickits hier bij elkaar zitten. Dat zijn er gewoon 3. Vet. Een Bounsweet. Een Snubbull.
Oh, Melton? Kijk, aan het bolletje hieronder kan je zien dat dit niet eens een zeldzame kaart is. Oh, dat is bijzonder. Vet. We hebben een Melodic Reverse. En als laatst hebben we Mok. Ik heb er 4 naar voren gedaan en we beginnen met een Water Energy. Dan hebben we hier Simipour, Spike Muth City, Birdkeeper, een Cupchew, een Rowlet. Yay, Rowlet! Een van de leukste starters ooit. Jigglypuff hebben we dan. We hebben hier Diglett. Die zijn chillen voor zijn beeldje hier. Super grappig. Dan hebben we hier een Panpour, een Reverse Zweilus. Oh, dat houdt in dat Hydreigon er ook in zit. En dat vind ik vet. De laatste kaart is een Volcarona. Tijd voor de shipping. Er mogen meer vuurkaartjes komen. Vind ik helemaal prima. Maar geen 4 Max kaart. Jullie willen wel een 4 Max kaart, hè? Jullie willen dat ik deze hete saus ga eten, hè? Doe een blauw duimpje omhoog als je een 4 Max kaart wil zien. Ah, misschien in dit pakje. Hier is weer de codekaart. En we beginnen met een Steel Energy. Dan hebben we hier Pierce. Kijk hem shinen in zijn gym. Super cool. Een Vanillish. Dan hebben we hier een Chinotic. We hebben een Trapinch. De volgende kaart is weer een Jigglypuff. Ducklet. We hebben Karrablast. We hebben een Darumaka in de Galarian vorm. Dan is de reverse de Billowing Smoke Trainer kaart. En als laatst hebben wij een Copperajah. En dat is een holo rare, kijk maar. Ik vind Copperajah echt zo'n goede Pokémon in Pokémon Sword and Shield. Ik heb met die Pokémon echt zoveel andere trainers verslagen. Zijn Heavy Slam aanval is echt sick. Vet kaartje ook, nice. Oké, we hebben nog 3 pakjes. En dan hebben we natuurlijk nog deze blister. Dus eigenlijk hebben we gewoon nog 5 pakjes. En dan gaan we kijken wat er weer in dit pakje zit. Weer 4 naar voren. We beginnen met een Grass Energy. Hebben we hier een Dartrix. De volgende is Glimwood Tangle. De mooiste plek bijna ooit in een Pokémon game. Alleen het dorpje wat daarna komt, Ballonlea, vind ik nog vetter. Maar dit was zo cool. Dan hebben we hier een Larren. Een Meltan opnieuw. Die hebben we ook al gehad. Marini. Die heb ik ook gebruikt in een van mijn playthroughs. We hebben hier Purloin. Een Starly. Een Aaron. Een Rare Fossil. Nice. En de laatste kaart is... Oh, nice. Mimikyu. Mimikyu is echt een van mijn favoriete Pokémon. Samen met Scyther. Ik vind Mimikyu echt heel vet. Ik heb een shiny Mimikyu in Pokémon Sword and Shield. En daar ben ik super blij mee. En kijk hoe freaking het plaatje ook is, jongens. Super cool. Maar waar zitten ze ogen nou, hè? Niemand weet het. Dit is het ene laatste pakje uit de Elite Trainer Box. Met opnieuw een codekaartje voor je. En hier gaan we de 4 naar voren doen. En we beginnen met een Electric Energy. Ik heb trek in een Shippy. Ik pak gewoon even een Shippy. Ik cheat gewoon op deze challenge, jongen. Geen probleem. Ik hoop alleen nu dat ik hem niet gejinxed heb. Anyways, een Fluffy. We hebben Carnivine. Dan de Big Parasol training kaart. We hebben hier een Shelmet. Panpour opnieuw. Teddy Ursa. Super schattig. Een Rookidee. Torchic. Ja, Shippy! Dan hebben we nu een Tauros Reverse. Ook wel weer een hele vette art. Coole Tauros kaart. En als laatste hebben we een Galarian Slowbroke V-kaart. Nee! Nee! Oh, gelukkig is het geen V-Max. Hij is wel cool. Maar ik moet weer een Jawbreaker eten. Oké. Ik wil dit helemaal niet. In het begin denk je echt van zo'n Jawbreaker. Oh, dat is best wel lekker, maar... Eindstand? Nee. Maar bedankt hè, Slowbro. En jou ook bedankt, Eternatus. Hoe moet dit nou als ik straks weer een chipje moet eten? Dat is niet te doen. Ja, ik heb hem door. Ik heb hem weer door. Oh, nee. Ik begin hier oprecht van te zweten gewoon, hè. Oké, we gaan door met het laatste pakje uit de Elite Trainer Box. Het was wel echt een goede Elite Trainer Box trouwens. We hebben hier nog een mooie codekaart. We hebben hier een Energy Kaart. We hebben Rose. Dan hebben we opnieuw Simipour. Lunatone. Wimpod. De volgende is Bunnelby weer. Dan krijgen we nu Toxel. Toxel ziet er echt altijd zo depressief uit. Maar het is een hele leuke Pokémon. Dan hebben wij hier een Sinistee. We hebben een Karrablast. De reverse is een Teddy Ursa. Ik zie het alweer gebeuren, hè. Kijk, zien jullie het ook? Oh nee, als dit maar geen V-Max is, jongens. Als dit maar geen V-Max is. Het is een Houndoom. Dus dit is Fire en een V-card. Ja, lekker dan. En nu... Oh, maar deze is wel mooi zeg, deze kaart. Holy crap. Dit is een van de vetste V-cards die ik tot nu toe heb gezien. Echt heel cool. Jongens, ik heb een probleem. Mijn shippies zijn kapot gegaan. Dit wordt echt heel nasty. Ik heb hier een stapel shippies. En een jawbreaker. Hoppakee. Dit is echt vies, man. Maar ik kan nu wel mijn chipjes eerst doorslikken. We gaan door. En als hier een V-Max kaart in zit, dan ga ik helemaal kapot. We hebben hier 2 pakjes. 1 Rebel Clash pakkie en 1 Darkness Ablaze pakkie. Terwijl de Jawbreaker echt weer heet begint te worden, pakken wij dit Rebel Clash pakkie uit. Opnieuw, codekaartje voor jullie.
4 naar voren. Let's go. We hebben hier een energy. Dan een capacious bucket. Een horror energy. Wat is dit? Deze kende ik nog niet. De volgende is een palpitoad. Nee. Nee. Nu moet ik weer een chipje eten terwijl ik een jawbreaker in mijn mond heb. Die chips die gaat helemaal in de kauwgom. Oké, let's go. En door. We hebben een Phantom. Dan een Squabbit. Dan hebben we hier Galarian Mr. Mime. Caterpie. Een Reverse Lombre. En als laatste Mr. Rhyme. Oké, guys. We zijn toegekomen aan het laatste punky. Hier is de codekaart. We doen er 4 naar voren. En beginnen met een Electric Energy. Dan hebben we hier Kaboo. Dit is officieel geen firekaart. Maar hij is wel de Fire Trainer. Dus, Opa. Zippie. Dan een Simisage. Vanillish. Aaron. Rookie Deep. Wishy Washy, een Pansage, een Tauros, een Solrock Reverse en de allerlaatste kaart in deze video is een Actovish. En dat was hem. Zal ik gewoon alsnog een theelepeltje van dit nemen? Ik bedoel, ik ben daar wel nieuwsgierig. Screw it, ik ga het gewoon doen. Moet ik dit schudden of zo? Of maak ik het daarmee alleen maar erger? Het komt er ook echt met hele kleine porties uit, zeg maar. Zo van, we waarschuwen je, doe dit niet. Je moet zeg maar elke keer zo'n klein beetje erbij doen. Er zit gewoon letterlijk een beveiliging op dit flesje. Kijk maar, er komt nu niks uit. Oh, nu komt er opeens wel een druppel uit, ja. Oké, guys, ik heb hier een redelijke theelepel. Oh, het ruikt ook heftig. Oké, ik moet dit niet uitstellen. Oh, als je het doorslikt. Nee. Het is niet chill. Volgens mij moest je juist geen water drinken als je dit soort dingen eet. Oké. Kijk het zweet hier. Nou, jongens, dit was top. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze 3 toffe V-kaarten voor deze challenge. En als je natuurlijk meer Pokémon kaarten video's wil zien, abonneer sowieso even op dit kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!